Merci. Mr. Van Nistelrooy. Dank u wel, meneer Van Nistelrooy. Let me start in a positive way, because there is a lot... Laat ik beginnen met een positieve noot, want er wordt nogal wat kritiek geuit door dit parlement. De Europese Commissie is gekomen met een verordening voor het gedeelde management voor fondsen met betrekking tot regio's, plattelandsontwikkeling en de visserijsector. En dat is positief, want er kan meer synergie ontstaan tussen de verschillende fondsen. We kunnen veel bureaucratie wegsnijden. Dat zou de zaken er ook veel duidelijker op maken voor onze partners in de regio's. Toch zie ik ook punten van kritiek. Want als we denken aan al die verordeningen van volgend jaar, dan hebben we geen gemeenschappelijk strategisch kader. De commissie gaat allerlei praktische zaken regelen voor de begunstigden, maar dat valt buiten het wetgevingspakket. Dat zijn gedelegeerde handelingen. Nou, dat kunnen we niet aanvaarden. Dus ik zou zeggen, neem dit erbij in het hele wetgevingspakket. Dan krijgt u de steun daarvoor van het parlement. En dan heb ik nog een tweede opmerking over het solidariteitsfonds. Sinds 2006 heeft het parlement geprobeerd om dat solidariteitsfonds flexibeler te maken, zodat we het fonds ook kunnen gebruiken voor preventie. Denk bijvoorbeeld aan natuurrampen. Maar er is niks gebeurd op dit gebied, want het Europees Hof lag dwars. Europese Commissie, grijp uw kans, want het parlement steunt u in deze. Dank u wel, meneer Van Nistelrooy. Meneer Cofferati. Ik ben onaangenaam getroffen door de uiteenzetting van de heer Barroso. Een lange lijst van kwesties zonder daarbij prioriteiten aan te geven.